meeste van onze locomotieven zijn vaak rijdend te bewonderen tijdens onze rijdagen of bij evenementen. Toch hebben we ook een aantal locomotieven die op dit moment dan wel niet dienstvaardig zijn, maar die zeker de moeite waard zijn om ook eens te bekijken. Zo zie je achter mij één van die bijzondere stoomlocomotieven, de DHE 353, oftewel onze Lok 4. Deze Lok 4 is gebouwd in 1925. Het bijzondere is dat er van dit type maar 2 stuks zijn gebouwd. Dat had destijds te maken met een of ander technisch experiment, maar dat staat allemaal uitgelegd op onze website. Ik sta hier in het machinistenhuis van Lok 4. Nou, een menig kooltje zal hier al wel verbruikt zijn, want deze locomotief staat wel bekend om zijn honger en zijn dorst. Erg zuinig reed hij dus niet. In 1968 is deze locomotief buiten dienst gesteld en nog datzelfde jaar komt ze naar Museumbuurt Spoorweg. Toen nog in haar oorspronkelijke zwart-rode jasje. In 1970 is ze opnieuw in dienst gesteld binnen ons museum en tot en met 1996 was ze de steun en toeverlaat van Museum Buurt Spoorweg. Nou, begin jaren 80 heeft ze haar groene kleur gekregen die ze nu nog steeds heeft. In 1996 is deze locomotief uiteindelijk wegens de slechte toestand van haar ketel weer buiten dienst gesteld. Nou, nog steeds wacht zij op herstel. En in die tussentijd is het een prachtige blikvanger hier in de museumloods op ons station Boekelo.